Dit is Gijs. Ook bij hem viel alles op zijn plek toen hij 5 jaar geleden de diagnose autisme te horen kreeg. Als we naar huis fietsen uit de middelbare school, dan spuugden soms jongens waarmee ik mee fietste, spuugden op auto's. En ik dacht dat het heel erg stoer was. Dus ik spuugde op alle auto's. Met gevaar dus dat ik uiteindelijk door automobilisten achterna gezeten werd, omdat ik hun auto in mijn mond gespuugd had. Dus net te ver doorgaan met iets en dan daardoor in de problemen komen. Niet aanvoelen waar de grenzen liggen. Ja, niet aanvoelen waar te stoppen. En dat is mijn hele leven een beetje een uitdaging gebleven. Maar ik had wel het idee dat mijn contacten niet verder kwamen vaak als alleen het feitenniveau. En daar functioneerde ik ook goed op. Mensen die dezelfde feiten of interesses hadden als ik. En als het op gevoel aankwam? Hoe ging je daar dan mee om? Ja, gevoel was extreem. Een gevoel was zwart-wit. Het was boos of blij. Geen tussenweg. Ik was overprikkeld of stond lekker in het leven. Ik vond die tussenweg niet. Ik vond geen tinten grijs. Het was alleen maar zwart-wit. Ook voor Gijs was niets vanzelfsprekend. Door zijn autisme heeft hij jarenlang niet begrepen hoe hij andermans reacties in moest schatten. Wil je koffie, Gijs? Ja, doe maar. Pas nu, dankzij de nodige cursussen, de juiste hulpverlening en heel veel geduld, is hij gaan inzien waar hij op moet letten. Om een klein voorbeeld te geven, als iemand naar je lacht, dan doen deze spieren je doen wat. Maar als iemand echt lacht, dan doen deze spiertjes ook wat. Als ik dat eerder geweten had en iemand mij dat uitgelegd had en geleerd had, had veel problemen gescheeld in de communicatie. Want dan had ik geweten waarom iemand lacht. Nu vraag ik me vaak af, lacht iemand mij nou toe of lacht iemand mij uit? Of lacht iemand omdat ik iets raars heb gedaan? Of misschien omdat ik juist heel erg grappig ben? Of misschien lacht iemand wel omdat ik ontzettend dom ben of weer iets verkeerds heb gezegd? Ja, er zijn duizenden opties. Terwijl als ik geweten had wat er werkelijk in communicatie gebeurt, dan had ik meer inzicht gehad en daarmee meer of minder problemen gehad. Maar dan nog kijk jij dus nu naar spiertjes. Terwijl ik hoor of iemand mij toelacht, uitlacht. Weet je het heel zeker dat je dat hoort? Ja. Ja. Nou ja, ik betwijfel het. En onbewust kijk jij ook naar spiertjes. Maar je hebt alleen van begin af aan zit er dat in. Dat je daarnaar kijkt. Ik keek altijd alleen naar de mond. Wat natuurlijk veel breder is. Het gaat om jouw hele gezicht, om je houding. En de hele houding en je spierspanning en al die dingen, dat heeft mee te maken wat communicatie is. Maar wat gebeurde er dan met jou als iemand lachte? Dan werd je onzeker, want je wist niet. Ja, sloeg ik dicht. Ik kreeg vaak helemaal rode wangen. Want je dacht, is dit nou goed bedoeld of niet goed bedoeld? Ja, daar bleef ik altijd in zoeken. Gijs heeft een turbulente puberteit. Hij weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij heeft veel psychische klachten. In zijn wanhoop loopt hij van huis weg en om zijn overprikkelde brein te kalmeren zoekt hij zijn toevlucht tot verdovende middelen. Toen leefde ik in constante angst. Angst om gek te worden, zoals ik dat dan altijd noemde. En als ik terugkijk is dat de angst om de structuur te verliezen. Pas sinds een diagnose weet hij hoe belangrijk het is om op tijd gas terug te nemen. Omdat juist de overprikkeling zijn autisme als het ware triggert. In mijn gevoel toen was het zo dat die angst niet over zou gaan. En daardoor bleef ik altijd bang. Het was een soort van level of gevoelsniveau wat je altijd hebt. En achteraf weet ik dat dat heb ik door schade en schande moeten leren, dat het gevoel gek te worden, dat het overgaat. En dat het soms een uur duurt, soms een dag duurt en als ik pech heb duurt het een week. Maar het gaat weer over en dat is wat er veranderd is. Maar toen ik uiteindelijk de feitelijke diagnose onder mijn neus kreeg, stond daar dus wel in dat ik een hele hoop dingen niet kon.
zwakke contactnamen? Kan hij plannen en structureren? Kan hij met andere mensen omgaan? En toen heb ik wel echt de maanden daarna moeten nadenken van... Oké, er staat dat ik dit niet kan. Maar ik heb wel een kunstacademie afgemaakt. Ik heb wel vriendengroepen gehad. Ik heb wel relaties gehad. Ik run al 10 jaar of langer mijn eigen huishouden. Ik heb nog contact met mijn familie en al die dingen. Oké, het staat hier heel erg zwart-wit. Ik heb wel mogelijkheden. Want als ik puur naar de diagnose had gekeken... dan was ik op de bank blijven zitten, want dan had ik echt niks meer gekund. Volgens het verhaal wat daar stond. En als je hem helemaal gaat samenvatten, is hoe jij met iemand met autisme aan tafel zit. Sinds Gijs 5 jaar geleden de diagnose te horen heeft gekregen, heeft hij zich vol overgave op het onderwerp gestort. Sterker nog, hij heeft er zijn werk van gemaakt. Hij geeft communicatietrainingen aan mensen met autisme en mensen die veel te maken hebben met autisme, zoals moeders en partners. We kunnen wel zeggen, we moeten allemaal investeren naar de mensen met autisme. Maar als je een brug ziet, ik zie communicatie als een brug, en je wilt bij elkaar komen, dan zul je allebei 50% die brug op moeten lopen. En wat zie jij het meeste fout gaan om je heen in relaties tussen mensen met autisme en mensen zonder autisme? Nou, ik zie wel dat er een partij is die meer de brug oploopt dan de ander. En die dus meer investeert. En hoe vaak zeg je dan, ik hou van je? Ja, dat blijft een lastig iets. Ik weet nu dat je het in ieder geval geen 1000 keer moet zeggen.